Vandaag begint in Diergaarde Blijdorp de verkoop van Olly. Rotterdam op zijn best. Jongens, meisjes aan de kant, want daar komt een olifant. Mevrouw, u komt voor Olly? Ja, ik kom voor Olly. En voor hoeveel Ollies komt u? Ik kom er voor 3. Ik heb 3 zoons en die willen alle 3 een Olly. En hoe oud zijn uw zoons? Die zijn 23, 19 en 13. Kun je nagaan, hè? En waarom willen ze dan zo graag een Olly? Ja, omdat ze gek zijn op Olly. Gek op Feyenoord en gek op Olly. Wat is dat dan? Kun je dat uitleggen waarom Olly zo bijzonder is voor Rotterdam? Ja, het is gewoon kijk hoeveel mensen Blijdorp even wil steunen nou op deze manier. Ja. Gewoon Rotterdamse mentaliteit, denk ik. Hein, het is wel jammer dat het niet zo'n succes is geworden, hè? Nee, dat is heel vervelend, inderdaad. Ja, maar een paar duizend man hier. Ik had het nog meer verwacht. Het is toch ongelooflijk dit? Ja, dat is waanzinnig. Het gaat eigenlijk om Blijdorp, hè? De gemeente trekt zijn handen een beetje ervan terug. Wat vindt u daar nou van? Ja, vind ik schandalig. Voor Rotterdam, ik vind het een schande. Het maakt verder allemaal niks uit. Als Feyenoord kampioen wordt, dan blijven hier nog gewoon uren staan. Het geeft helemaal niks. Komt dat nou door Olly of mede door? Mede door Olly. Ja, het is wel deel van het succes. Ja, sowieso. Dus zonder Olly was Feyenoord nooit zo goed gegaan. Ja, ik denk het heeft wel geholpen. Het bindt. We gaan naar Olly toe. We gaan naar Olly. Die vrouwen die zijn gek hoor. Ja, u niet. Gek joh, nee. Maar u staat hier toch ook? Ja, al 2,5 uur. Al 2,5 uur? Ja, erg. Voor Olly? Ja. Olly is er toch gewoon heel bijzonder. Gewoon de mascotte van Feyenoord en ook de symboliek tussen Feyenoord en Blijdorp. Dat vind ik zo mooi. Dus ja. Twee gevoelens in één. Een echte Olligan zijn jullie. Ja, Olligan. Ja, wat een vent, joh. Waarom wil jij zo graag een Olly hebben? Nou ja, ik zag die reclame en die knuffel, die lieve oogjes van hem en zo. En ook als je ziet als hij in het water valt, dat is zo zielig. Dat raakt je gewoon. Dames, gaat u dat nou wel aankunnen met z'n tweetjes, al die mensen? Altijd. Altijd. Moet je kijken hoe vlug we zijn. We zijn een paar oude taarten, hoor. Nou, die kunnen er wel van. Je bent de tweede die Ollies heeft. Wat gaat er nu door je heen? Ja, super blij. Moet je kijken hoe leuk ze zijn. Ik kan geen olifant tekenen, dus vanuit dit. Eigenlijk. Dus eigenlijk zit er een gebrek aan tekenkunst. Ontzettend, ja. Je lijkt er zelfs een beetje emotioneel onder. Ja, dat klopt. Ik was ook heel erg emotioneel naar de aanloop. En nu heb ik ze en dat is heel bijzonder. Ja? Ja. Gaat er een traantje komen? Misschien straks. Nu is het nog eventjes van wow, wat gebeurt er allemaal? Maar misschien straks.